was gemiddeld ook 8, maar ik was heel slecht in wiskunde, heel slecht in rekenen. We gingen al veel te... Dus ik had overal trucjes voor bedacht. En dacht ik, weet je wat? Deze gemeente is dat gewoon Haagse Harry. En Haagse Harry die komt uit het schilderswerk. En Haagse Harry is helemaal niet slim, is niet intelligent. Maar hij heeft overal trucjes voor. Hij bedenkt overal een stappenplan voor. Stap 1, stap 2, stap 3. Ik snap er geen flikker van, maar het komt altijd uit. Ja, dat is ongeveer. Nou, niet thuis zeggen dat meneer Bakker enorm aan het schelden is geslagen. Dat is dus Haagse Harry. Ja, dat, dus als dat op social media rondgaat, is het Haagse Harry, niet meneer Bakker. We hebben dus een schaalgetal van 1 dubbele punt 200.000. Stap 1 Haagse Harry vraagt zich af, wat staat hier eigenlijk? Nou, wat er eigenlijk staat, is dat 1 centimeter in werkelijkheid 200.000 centimeter is. Dat is een schaalgetal. Oh, dat weet ik dus. En dan heb ik op de kaart heb ik een afstand gemeten van 4 centimeter. En Haagse Harry wil nou weten hoeveel kilometer is dat in werkelijkheid. En Haagse Harry kijkt weer naar zijn schaalgetal. Die zegt, wacht even, ik moet dit in kilometers uitdrukken. En dit staat in centimeter. Dat is een beetje irritant, dus wat ga ik doen? Ik ga hier ook eens kilometer van maken. Hoe kennen we dat het simpelste doen? Hoeveel centimeter zit er in een kilometer? Voor jullie dus, hoeveel centimeter is dat? Hoeveel centimeter zit er in een meter? En hoeveel meter zit er in een kilometer? 1000. Dus hoeveel centimeter zit er in een kilometer? 100.000. Haagse Harry doet het nog simpeler. Die zegt, dan ga ik de laatste 5 klerenleuren even zo hier wegstrepen. Dan heb ik ze ook. Delen de 100.000, gewoon 5 nullen wegstrepen of de komma 5 plaatsen opschuiven. En dan staat er alleen maar heel simpel, 1 centimeter is 2 kilometer. Maar ik heb niet 1 centimeter, ik heb 4 centimeter. Wat moet ik nou doen voor de afstand in werkelijkheid? 4 x 2. Precies, ik doe dus 4 maal 2 en dan kom ik uit op 8 kilometer. Ik doe dus maal als ik die kant uitwerk, kijk, vermenigvuldig. Nou, ken je het ook omgekeerd natuurlijk? Je weet dat we hebben een schaalgetal, die pakken we er even bij. We pakken hele makkelijke rekenvoorbeeldjes hierbij, want bij de echte toets kunnen die getalletjes natuurlijk wel ingewikkelder zijn. Schaal op 1 op 400.000. 400.000. Oh, zegt Haagse Harry, dat wil zeggen 1 centimeter is 400.000 centimeter. En ik moet toch iets wel gaan doen, dus ik moet even gaan kijken. Ik ben een centimeter, laten we alvast even die klerenlullen wegstrepen. Dan staat er lekker simpel, staat er gewoon 1 centimeter is 4 kilometer. Dat maakt het al een stuk simpeler. Maar ik heb in werkelijkheid, hetzelfde antwoord ook krijgen, ik heb in werkelijkheid 16 kilometer afgelegd. En ik wil weten, hoe ken ik dat nou, hoeveel centimeter is dat nou op de kaart? Ik ga dus nou deze kant uitrekenen. Nou, ik weet al dat 1 centimeter dat 4 kilometer is, maar ik heb geen 4 kilometer, ik heb 16 kilometer. Hoeveel centimeter zou dat dan op de kaart worden? Lekker simpel. 4 centimeter. 4 centimeter? Want het is gewoon 16 gedeeld door 4. Dus nou ga ik delen. 16 gedeeld door 4. En dan kom ik uit op 4 centimeter. Ja, komt toevallig hier ook 4 centimeter uit. Dus dat is gewoon de tweede berekening. Dan kan het ook zijn, Haagse Harry heeft een oude kaart gevonden. Hij heeft rondop gepiest, de koffie is er overheen gegaan. En er is hier en daar nog wat in de fik gevlogen. Ik ben mijn schaalgetal kwijt. Maar ik kan hem wel terughalen, dat schaalgetal. Want, bijvoorbeeld... bijvoorbeeld. Ik weet dat naar mijn werk 36 kilometer is. Dan kan ik zo op een kilometer tellen in de auto, kan ik dat gewoon nakijken. En ik weet ook, ik heb hier mijn kaart bij de hand, en ik weet gewoon als ik daar in de rechte lijn ga meten, dat er 12 centimeter op die kaart staat. En nou kan ik mijn schaalgetal weer uitrekenen. Voor de rest van de dingen die ik misschien wil weten. En hoe doen we dat dan? Haagse Harry denkt weer na. Wat was schaal ook alweer? 1 centimeter in werkelijkheid is zoveel centimeter op de kaart. Of 1 centimeter op de kaart is zoveel centimeter in werkelijkheid. Dus dan moet ik weer terug naar 1 centimeter. Ik heb hier niet 1 centimeter, ik heb 12 centimeter. Ik weet dat 12 centimeter is 36 kilometer. Hoeveel is dan 1 centimeter? Kennen we nog wel uit ons hoofd, hè, zonder rekenmachine. Inderdaad, 36 gedeeld door 12. En dan komen we uit op?
36 gedeeld door 12 is dat gewoon? Dus? 3 hè? Ja, 3. Oh, stond 10. 3, ja, precies. Oké, dan weet Haagse Harry dus 1 centimeter is 3 kilometer. Maar dat mag niet, want dat is geen schaal. Ik moet hier weer centimeters voor maken, dan heb ik een schaal. Nou, dat is lekker simpel. 1 centimeter, ja, dan mag ik dan gewoon die centimeter mag weghalen. Wat moet ik dan doen? Dan moet ik er... 5,8. Precies, dan plak ik er 5 van die kleren nullen weer achter. Oh, zo. Zo. En dan wordt de schaal van even 300.000. Deze drie schaalberekeningen, die moeten jullie voor de toets kennen en kunnen en berekeningen kunnen maken. Oké, camera's kunnen weer weg.